Joep Dirks, u bent docent aan de Sint Lucas van de afdeling Boksel. Hoe zijn jullie hier in het Lambertskerk terechtgekomen voor de restauratie van de schildering aan de muur? Nou, wij doen al een x-aantal jaren doen wij projecten met studenten op het gebied van decoratie en restauratie. En in 2010 hebben wij de opdracht gekregen van de parochie al hier om in de Sint-Jozefkerk een aantal beelden te restaureren. We hebben in 2014 daar een retabel nog gerestaureerd. En toen kwam de vraag of we hier in de Lambertuskerk een aantal projecten konden uitvoeren. Nou, we zijn toen begonnen onder andere hier bij de Lambertus-altaar. Dat hebben we toen gereinigd. En onder andere alle pinakels die je bovenop ziet, dus de torentjes, die hebben we gerestaureerd. Er waren een x-aantal die ontbraken. Nou, die hebben we ginds uit het Maria-altaar hebben we die gekopieerd en teruggebracht. Nou, dan gaat zo'n project zich verder ontwikkelen. Toen zijn we in datzelfde jaar zijn we bij het Antonius-altaar. Achter in de kerk zijn we gestart. En van daaruit zijn we langzaam weer naar voren gaan werken en zijn we bij het Hoogaltaar uitgekomen. Nou, dat staat ginds, het Hoogaltaar. Daar hebben we een steiger omheen gezet. Nou, dan werken studenten op ongeveer 9 meter hoogte. Dus dat is ook spannend op dat moment voor sommigen. Je moet geen hoogtevrees hebben. En van daaruit zijn we een jaar later gestart hier in de kooromgang, waar de schilderingen staan van Emmanuel Perret. Nou, de kerk is in 1924 is die volledig opnieuw gepolygomeerd, zoals dat heet. Een x-aantal schilderingen die zijn op de manier van Kuipers, dus architect Kuipers, geschilderd. En het schildersbedrijf destijds, dat was bedrijf Perret uit Venlo. Nu hebben wij de afgelopen weken een prachtige vondst gedaan en dat is de signatuur van de zoon van Emmanuel Perret. Nou, de zoon Lambert Perret, die heeft boven hier bij de gewelven zijn signatuur geplaatst. Dat was voor schilders in die tijd heel normaal om dat te doen. Dat deden ze wel op een onzichtbare plek, in tegenstelling tot de kunstschilders. En toen zijn we verder gaan onderzoeken en zijn we er eigenlijk achter gekomen dat de kerk door verschillende kunstenaars voorzien is van tableaus zoals je ze hier ziet. Onder andere Grat Jacobs uit Vierlingsbeek, de gebroeders Windhausen uit Roermond, die hebben onder andere de schilderingen die we hier op de transeptwanden zien, die de studenten het afgelopen jaar hebben gerestaureerd. En de gebroeders Windhausen hebben ook een andere zijde de schilderingen gedaan. En we zijn nog aan het onderzoeken of deze schildering van een schilder uit Asten is, de heer Marcel Sibbe de Marouillet. Maar daar is nog geen zekerheid over. Dus de kerk biedt nog heel veel onderzoek voor ons om samen met de studenten te doen. Dus het project zal nog een langere tijd doorgaan dan? Jullie zijn nog niet klaar hier in de Lambertskerk? Nee, het is een grote kerk. We hebben met het bestuur afgesproken dat wij vooralsnog blijven tot ongeveer 6 meter hoogte, omdat het qua kosten dan ook te realiseren is. Als je de hoogte ingaat, dan heb je behoorlijk wat steigermateriaal nodig. Dus wij proberen het ooglijk te houden op het gezichtsveld van de bezoeker. En we gaan de komende jaren gaan we langzaam langs de kruiswegstaties die in de kerk aanwezig zijn, gaan we de wanden opnieuw of reconstrueren of restaureren van de fondsen die we daar gaan doen. Nou, om erachter te komen welke verf er destijds gebruikt werd in de schilderingen hier in de Lambertuskerk, want er zijn behoorlijk wat schilderingen teruggevonden, ga je als student ga je determineren. Dat wil zeggen dat je gaat achterhalen van nou, welke verf zou er gebruikt kunnen zijn. Maar om er meer van te kunnen weten, hebben studenten hier ook in de periode dat ze bezig waren zelf de verven gemaakt zoals ze in die tijd ook gemaakt werden. Nou, boven in de gewelven, daar hebben we onder andere sporen gevonden van caseïneverf. En dat werd op deze manier werd dat gemaakt. Dat is eigenlijk een product wat gemaakt wordt uit melk in combinatie met pigment. Werd op die manier in die tijd werden de schilderingen boven gemaakt. Nou, op de wanden hebben we met een onderzoek wat studenten zelf gevonden hebben,
hebben we kunnen achterhalen dat er gebruik is gemaakt van lijnolieverf. Nou, men gebruikte deze verf ook in die tijd omdat je daar langer in kon werken. Nou, de reconstructies die we hebben uitgevoerd in de kerk, hebben we een gelijksoortige verf bij gezocht. Een verf die lijkt op de lijnolieverf en hebben we een moderne verf gebruikt op acrylaatbasis. Nou, studenten kunnen nog iets vertellen wat ze hier met de proefjes gedaan hebben, onder andere over polimentvergulden. We hier aan de zijde hebben een kuipveld waar polimentvergultgrout is gebruikt. Die techniek wordt vaak gebruikt in de kerkbeelden en die hebben we namelijk ook hier geleerd op school en hoe het allemaal is opgebouwd. En daardoor gaat Milo verder vertellen. Ja, in de kerken zie je natuurlijk heel veel goud. Het is allemaal polimentvergult en ook wij hebben dit geleerd. We hebben met een oefenstaaltje hebben meerdere lagen opgebouwd. Lagen met verschillende soorten krijtverf, maar ook met huidlijm. Deze lagen bouw je op zodat je een goede egale laag hebt om vervolgens polyment te kunnen vergulden. Voor polyment vergulden is het heel belangrijk dat je een egale laag hebt die je ook eerst polijst zodat je gaat vergulden, zodat het goud extra gaat glimmen. En dat is hier ook bij het beeld en bij meerdere beelden hier in de kerk toegepast. Milo, wij staan hier bij een van de kunstwerken waar jij aan gewerkt hebt. Hoe heb je de afgelopen maanden ervaard hier in de Lambertskerk? Ja, het was heel interessant. We hebben eerst zijn we begonnen met een heel onderzoek naar de schildering en naar de kerk zelf. En naar wie het geschilderd zou kunnen hebben. En ik moet zeggen dat het wel een hele leuke en bijzondere ervaring was om dit een keer in het echt te doen. Dus ja, dat was echt een hele bijzondere ervaring. En wat heb je precies aan dit schilderwerk gedaan? Bij onze schildering hebben wij verschillende restauraties toegepast, maar ook verschillende reconstructies. De hoek daar rechtsboven, die was helemaal overschilderd, die was helemaal weg. Dus die hebben wij teruggebracht tot in de originele staat zoals bij de andere schilderingen ook is. Toen wij eenmaal op de steiger stonden met mijn groepje kwamen we erachter dat er nog een heel stuk achter de biechtstoel beschadigd was. Dus daar hebben we ook verschillende reconstructies toegepast. En wat vond je nou het moeilijkste om te doen? Het moeilijkste vond ik persoonlijk om om de juiste kleuren te krijgen. We hebben de schildering helemaal gereinigd om te kijken welke kleur, wat de juiste kleuren zijn. Maar er zit nog een hele oude vernislaag over die we er niet af hebben kunnen krijgen, waardoor de kleuren ook een beetje aangepast zijn. En om daar zo dicht mogelijk bij te komen was toch echt wel het moeilijkste, denk ik. Joël, je hebt hier ook meegewerkt in de Lambertskerk. Hoe was het voor jou de afgelopen paar maanden? Ik heb het altijd heel erg leuk ervaren. Omdat we mochten echt in praktijk gaan werken aan een restauratieopdracht. En persoonlijk vind ik dat echt heel leuk, want het is nieuws. Het is ook meer onderzoek. En het is ook gewoon een nieuwe ervaring die je nooit hebt leren kennen. Dus, en ook in een echte kerk en mensen kunnen het gewoon gaan zien. Dus ja, het was heel bijzonder. En je komt zelf ook uit Helmond. Ga je nou ook mensen hiermee naartoe brengen om te laten zien, kijk, dit heb ik gedaan, of toch niet? Ja, zeker. Als je gewoon hier in de kerk gaat lopen, ga ik zeker laten zien van, dit heb ik gedaan, dit is gebeurd. Ik ga er heel verhaal vaak over vertellen, als het kan. En wat vond je het moeilijkste aan de restauraties? De kleuren, maar ook vooral, je zit in een team. Wij hebben in een team gewerkt en dus moet je met de opdrachten verdelen onder elkaar. En moet je gaan kijken naar wat elkaar beste kwaliteiten zijn. En daardoor een beetje evenwicht gaan zoeken van wie kan wat doen. Dus dat was wel voor ons ook heel nieuw. Dus dat heb ik ook als een lastige opdracht ervaren. En zou je dit soort dingen later ook als beroep willen doen? Dus bijvoorbeeld vaker dit soort restauraties gaan plegen? Ja, als het zou kunnen zou ik dat graag willen doen. Omdat ik zie hier wel echt, zeg maar dat ik vind het echt leuk. Ik zie hier wel mijn passie in. Ik zou het inderdaad wel heel graag willen doen. Jij bent docent ook aan het Sint-Lucas. Ja. En jullie hebben hier ook een soort lessituatie kunnen creëren. Hoe is dat precies gegaan? Nou, in afspraak met de pastoor en het kerkbestuur hier waren wij in staat om hier een lessituatie te creëren voor 20 studenten. 10 aan deze kant, 10 aan die kant. En dan heb je een ontlasting, in dit geval, van de bezoekregelingen in het Bokstelse. Dus wij konden daar weer met meer studenten aan het werk. Dus dat was eigenlijk een win-win situatie. Dus ondanks corona zijn er toch nog veel fysieke lessen eigenlijk door kunnen gaan? Ja, ja,
Door die omstandigheden dat wij hier met de vierdejaars zaten, konden de tweedejaars een dag meer naar Boksel toe om daar dingen te leren. Dus dat is eigenlijk heel gunstig voor ons. En je zit natuurlijk ook, het klaslokaal is de kerk. Maakte je daar dan ook gebruik van in de lessen die je gaf? Ja, natuurlijk. Want we hadden hier, konden wij, in deze kant konden wij 10 studenten kwijt en aan die kant 10 studenten. En Joep en ik stonden dan hier ook onze theorielessen te verzorgen. En dan maak je eigenlijk er gewoon een klaslokaal van. Ja, achter jou zien we ook nog een schildering die of niet helemaal compleet of eigenlijk kapot is, zeg maar. Maar dat is eigenlijk een ontdekking van jullie. Ja, nou, je ziet hier dus dat je, als je hier les gaat geven, dat je de praktijk erbij hebt. En dat je dus meteen kunt laten zien hoe dat dingen ontstaan. Wat je hierachter ziet is dat je eigenlijk de schildering die je vooral hier ziet, dat is begin 20e eeuw. Dan ga je onderzoeken en dan kom je erachter dat er nog zo'n kerk evolueert en er meerdere schilderingen zijn. Nou ja, de oudere schildering die zie je daar boven in een hoekje terug. En dan krijg je ook de ethische vraag van wat wil je als je gaat restaureren? Welke laag of welke schildering wil je terug? Moet het dit worden? Moet het dat worden? Nou, er zijn heel veel belangen die daar iets te vertellen hebben. En dat maakt het onderzoek weer heel, heel interessant. En hoe is die keuze uiteindelijk gevallen om zeg maar naar de 20e eeuw toe te gaan? Nou ja, laat je zien wat er zit. Dat zal waarschijnlijk ook zo blijven, want het is natuurlijk wel zeer interessant. Maar je ziet ook dat de kerk een bepaalde uitstraling heeft. En die grote uitstraling, daar wil men toch wel voor gaan. Dus ja, dan hou je dat vooral in ere. Dus je gaat hem restaureren, je gaat hem herstellen in zoals die de grote lijn nu is. Maar je wil wel laten zien van kijk, het was ook ooit zo. En misschien is dat digitaal wel een keer helemaal terug te brengen. Wie weet. Maakt het wel interessant.